Snapt iedereen dat? Ja, het kan me niet schelen dat het je dagboek is. Ik lees wat ik wil. Lief dagboek, ik ben Elfie en ik heb ratten op mijn kaart. Nee, stop! Waarom heb ik het aangemaakt? Goed. Een briefje! Nee, geef alsjeblieft terug, alsjeblieft! Weg met je hand. Ik ben verliefd op Okke. En deze is ook voor Okke. Ik weet het, dat we laatst hebben gezoend. Maar zou je het nog een keer met me willen? Dat is helemaal niet waar. Waarom heb je het opgeschreven? Sorry. Hallo, artikel 16. Ieder kind heeft recht op privacy. Ik ga even weg, jongens. En blijf werken. Wat is 2036 keer 73 ook alweer? Volgens mij was dat 148.628. Ja, volgens de rekenmachine klopt het antwoord. School is echt superleuk. Ja. Oh nee, papa en mama komen. Verstop je. Sophie, Nina en Ode, wat doen jullie hier op school? Ja, leren is slecht voor. Sophie, jij moet naar huis een eten maken. Ode, jij moet boodschappen doen, want ik kan dit vanzelf de koelkast in. En jij hebt de stout en je moet heel het huis schoonmaken, anders krijg je een dag geen eten. Hallo, artikel 29. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Wat komen jullie doen? Wij hier op school komen. Wij hier leren. Mag ik jullie paspoort zien? Kijk, dit is goed uit Syrië. Onze school zit er vol. Hallo, mag ik op deze school? Mag ik jullie paspoort zien? Ja. Kijk, hij komt uit Nederland. Ja. Ja hoor, dat mag. Ja. Wat kwamen jullie nou hier doen? Nou, waarom mag hij wel? En wij niet. Ik had jullie toch weggestuurd, dus... Wegwezen! Hallo, artikel 32. Ieder gevlucht kind heeft recht op een veilige opvang. Geld, geld. Geld, geld. Geld. Geld, geld. We moeten eten. We moeten drinken. Hé, wil je daar nou eten? Nee, we hebben geen geld bij ons. We hebben ook geen drinken of eten bij ons. Kinderen hebben recht op een huis, eten en kleding. Daniel, gaat het? Hij denkt, kunnen jullie alsjeblieft de ambulance bellen? Sorry, mijn telefoon is leeg. Ja, mijn ook. Nou, doei! Hallo, artikel 24. Ieder kind heeft recht op gezondheidszorg. Gegeten. Werk nou door, je bent nog niet klaar. Je bent pas halverwege, zie je dat? En jij poets je een beetje door, kijk dan ligt er gewoon in zand. Volgens mij is het hier. Ja, 100, ja weer 100 brokken, dit is jullie favoriete smaak. Worteltjes, worteltjes, worteltjes. Hier, lusje, lusje. En jij wil jou een beetje? Oh, dat is jouw favoriete eten, hè? Politie! Oh, was hier nog? Kinderarbeid is verboden, hè? Dus je komt mee naar het bureau. Hallo, artikel 32. Wij beschermen kinderen tegen kinderarbeid. Ieder kind heeft recht op eigen geloof en cultuur. Ieder kind heeft recht op veiligheid. Ieder kind heeft recht op bescherming van adoptie. Ieder kind heeft recht op gelijke behandeling. Kinderen hebben het recht om buiten te kunnen spelen. Ieder kind heeft het recht om beschermd te worden tegen oorlog. En zo zijn er nog veel meer kinderrechten, want kinderrechten zijn... Top!